wel gezellig met z'n allen. Ja. De Matrix. Twee motoren aan de praat, aan de loop. Waarbij het... De vraag is wie er op de box zit. Dat kan Brian Luik zijn, Corné Luik zijn. Volgens mij Brian ernaast loopt. Zal Corné Luik zijn waarschijnlijk. Verschil nog wel eens, maar in ieder geval op de Matrix. Matrix, die naam die ooit ook in de compact diesel uitkwam. Een beetje alle high-tech redneck over de baan ging in de compact diesels. Maar nu dus in de Light Modified. Zo'n prachtige machine, een plaatje van een trekker in Dito techniek onder de kap. Ontiegelijk knap om het op methanol te laten draaien zoals nog nooit iemand dat gedaan heeft. Alleen, dan moet het gewoon even rustig aan van zijn plekje af. En moet het gewoon heel blijven. Dat gaan we nu zien. Volgende proeftrek met een start die 15 meter verlegd is. Hopelijk biedt dat hetgeen wat we graag willen voor de Light Modifieds. Volgende proeftrek op naam van de Matrix. In de toeren, hoog in de toeren. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je een knop omzetten in je hoofd en de gas eronder inhouden. Of je zegt, nou, dat gaan we er maar even niet op doen. Prachtige machine. Kijk hem eens even shinen. Super goed weggezet. Alles technisch helemaal piekfijn in orde. Maar een beetje hoog in de toeren, zeg maar. Gas terug, kan nog een keer terugkomen. En dan laten we dan daar maar vanuit gaan. Prachtig mooi opgebouwd. Met oog voor detail. En dat is prachtig om te zien. Sleepwagen op wel een andere positie neergezet op de baan. Namelijk de positie waar Jos Seinstra en Roland Seinstra veel geluk vonden in hun trekpogingen. Namelijk de uiterst linkerkant van de baan. En je wil niet, als je met zo'n geëxperimentele setup, als je daarmee rijdt, dat je met maximaal toerental moet hopen dat hij binnen 20 meter oppakt. Want dan is het kwaad misschien al wel geschiet. Dus vandaar gas teruggetrokken. Motoren lopen spatjes zuiver. Maar dan moet het nog even van zijn plekje af. Velen die ze al getrokken hebben met een setup die steeds een klein beetje beter en beter aan de loop gaat. Kijken of er vandaag ook een paar mooie keurige meters in zitten voor deze de Matrix machine. Ketting gaat strak en dan is het wachten op groen, groen, groen van zowel lagen eindvlagger als beginvlagger. Dan zijn we er klaar voor. Zoals ze zegt, op naar een solide aantal meters met de Matrix. Het tafereel zich ontwikkelt als de eerste poging. Iets meer meters, nu 10 in plaats van 1. Maar krijgt niet de voorwaartse snelheid erin. De motoren brullen, dat doen ze echt wel goed. Klinkt lekker, zo'n Cummins 6-cylinder.